Bellamy Park dankt haar naam aan de dichter Jacobus Bellamy, wiens geboortehuis tegenwoordig een café is. Voormalig conservator van de Zeeuwse bibliotheek Ronald Rijksen vertelt over de kortstondige, maar zeer roemruchte carrière van Bellamy. We staan voor het geboortehuis van de dichter Jacobus Bellamy, die hier op 12 november 1757 geboren is. En als je nou zijn loopbaan in één regel zou moeten samenvatten, dan zou je kunnen zeggen van bakkersknecht tot een van de meest populaire dichters van de 18e eeuw. Het was een arm lastig gezin en hij moest dus op zijn 12e, om in het onderhoud te kunnen voorzien, een beroep gaan uitoefenen. En toen werd hij dus als leerling bakkersknecht aangenomen bij een bakkerij in Vlissingen. En daar is hij dus eigenlijk, want het was een leergierige jongen en een slimme jongen. En hij was eigenlijk geobsedeerd door lezen, schrijven enzovoorts enzovoorts. En toen heeft hij dus poëzie ontwikkeld. En in die bakkerswerkplaats, achter de oven, om maar zo te zeggen, zijn zijn eerste gedichten ontstaan. En die waren dermate goed dat een Vlissingse predikant in die periode, dominee Te Water, die merkte dat op. Op voorspraak van hem is hij eigenlijk naar Utrecht kunnen gaan in 1782 om daar theologie te gaan studeren. Omdat hij een heel eenvoudig taalgebruik ontwikkelde, afzag van het vaste rijmschema en eigenlijk de hele strenge regels die golden voor de klassieke poëzie wilde doorbreken. Hij wilde gewoon een hele nieuwe impuls geven aan de poëzie. En het is hem ook dermate gelukt dat hij daarmee een ontzettende aanhang kreeg binnen de Nederlandse literatuur. Hij is tragisch jong gestorven. Hij was 28. In Utrecht is hij overleden. Dat gaf een hele golf van ontroering door het land, zeg maar. Hij is met een fakkeloptocht in Utrecht begraven. Hij is nooit meer terug geweest in Vlissingen. Hoewel zijn liefje, die hij hier dus leerde kennen toen hij als bakkersknecht werkte, Francina Banen, daar is hij zijn hele leven mee blijven corresponderen. Maar het bleef dus een liefde op afstand. Ze zijn niet getrouwd geweest, maar die liefde is wel blijven bestaan. Bellamy is vooral beroemd en bekend geworden door zijn romance die hij schreef in 1784 en die heet Roosje. Het was een oud-Zeeuws gebruik om meisjes de zee in te dragen. Een soort dopen door de geliefde. Maar in dit geval kwamen ze in een draaikolk terecht en verdrinken ze beide. Mijn vrienden, help mij. Ach, ik zink hier in een draaikolk neer. Het meisje grijpt hem om de hals en zinkt met hem terneer. Zij zinkt en draait voor het laatst haar hoofd stilzwijgend naar het strand, doch was in het eigen ogenblik verzwolgen in het zand.